gonna succeed before long. This is everywhere I go, everything I see, but these clouds won't be. Hallo jongens en meisjes, Hanna Baker hier, live en in stereo. Ik hoop dat je goed zit, want ik ga je nu vertellen waarom een einde kwam aan mijn leven. En als je dit pretpakketje hebt ontvangen, ben je een van de redenen. De regels zijn vrij eenvoudig. Regel nummer 1, je luistert de cassettes helemaal af. Regel nummer 2, je stuurt ze door, hopelijk. Wordt tot geen van beiden makkelijk voor je. Heb je op slag? Maar, het is niets. Een schooltracht. Een schooltracht. Mijn standaard antwoord voor alles. Te laat thuis, een schooltracht. Extra geld nodig, schooltracht. En nu de cassettes van een klasgenoot. Een meisje dat 2 weken geleden een berg pillen heeft genomen. Het is niets. Ik had een klasgenoot ergens mee. Kom, dat is aardig van je. Laat ze maar even mee. Wanneer je alle 13 kantjes hebt afgeluisterd, spoel je de cassettes terug. Je doet ze weer in de doos en je stuurt ze door naar degene die na jou komt. Voor het geval je in verleiding komt je niet aan de regels te houden. Ik heb van alle cassettes een kopie gemaakt. Als het pakketje jullie niet alle 13 bereikt, zullen die kopieën publiekelijk worden vrijgegeven. Ik laat niet over me heen lopen. Niet nog eens. Oh, dat vergeet ik haast. Als je op de lijst staat, moet je een plattegrond gekregen hebben. Op de cassette zal ik verschillende plekken noemen in onze mooie stad die je kan bezoeken. Justin, ben je zover? Schatje, je was de allereerste met wie ik zoende. Ik ben helemaal tot aan jou teruggegaan om mijn verhaal te kunnen inleiden. Want met jou is het allemaal begonnen. Welke plek sta ik op de lijst? Justin, wanneer je aan het einde van de cassettes bent, hoop ik dat je jouw rol in het geheel begrijpt. Want uiteindelijk, dat alles mee. Ik weet dat het geen kwade opzet van je was. Bijna niemand van jullie had waarschijnlijk door wat jullie deden. Wat jullie daadwerkelijk deden. De eerste rode ster vind je op de kaart. Daar heb ik jou voor het eerst gezien, Justin. Misschien weet jij het ook nog. Je was verliefd op mijn vriendin Kat. 2 maanden daarna zou ik naar mijn nieuwe school gaan. En Kat, mijn buurmeisje, was de enige die ik hier kende. Ze vertelde me dat je het jaar daarvoor niet van haar af had kunnen blijven. Niet letterlijk. Het bleef bij staan. Nou, Kat. Dan ben ik wel heel benieuwd. Hoe ziet die Justin van je eruit? Nou, niet heel groot. Donkerblonde blauwe ogen. Lekker bier. Oh, daar kan ik me ontmoeten. Dat ziet hem wel een keer op school, hoor. Kan je hem niet hierheen laten komen? Laat hem hierheen komen. Wil je haar dat wil? Ben er anders. Oké. Okay. Ben op de luidspreker. Je wel? Ja, tuur. Yo, je spreekt met de man. Hey, Justin. Ik vroeg me af of je naast kon komen. Nou, ik ben nu even aan het sporten, maar daarna heb ik even tijd voor je. Oké, ik ben wel bij een vriendin, dus dan moet je daarheen komen. Is goed. Oké, het is bij het zwembad linksaf. Ja, dat ken ik wel. Tot straks. Oké, doei. Ik stapte de stoep op, zette de voet op het gazon en gleed uit. En wat besloot je?
Je maakte rechts omkeert en rende terug, terwijl Kat en ik dubbel sloegen van het lachen. Kat verhuisde nog voor het begin van het schooljaar. En ik? Ik werd verliefd op de jongen die ze achterliet. Na een tijdje durfde ik hallo tegen je te zeggen. En een poosje later durfde jij dat ook. Toen liep ik je op een dag straal voorbij. Ik wist dat je dat niet zou kunnen hebben. En het leidde tot ons allereerste gesprek. Zeggen we geen gedag meer? Waarom zou ik? Moet je het altijd doen? En dan kom je erbij dat je me zo goed kent. Dit denk ik nog niets van. Helaas, jullie hadden liever iets spannenders gehoord, hè? Ik heb zelfs zoveel verhalen opgevangen dat ik niet meer weet welke versie het populairste is. Ik weet alleen maar welke het minst populair is. De waarheid. Alex, jij bent aan de beurt. In Rosie's, de volgende stijl op de plattegrond, spraken Jessica en ik af nadat mevrouw Porter ons als nieuwkomers aan elkaar had gekoppeld. Hier ontmoeten wij elkaar. Ja, klopt. Maar, hoe kennen jullie elkaar eigenlijk?
koppelpoging van de docent. Een koppelpoging? Ja. Waarom ben ik dan niet gekoppeld? Bij deze ben je gekoppeld. Nou, ik voel me vereerd. Maar een koppelpoging? Wil je verhaal horen? We werden dus opgewild door een docent, mevrouw Poorten. En die zei dat ze ons op school waren. En eenmaal op school aangekomen, stelden ze ons aan elkaar voor. Het leek wel leuk, als we iemand hadden, geef het een jaar. Oh, nou, dat had me ook best leuk geleken eigenlijk. Ik moet weer gaan. Zie ik jullie wel een keer op school? Ja, wij gaan ook zo. Ja, we gaan ook in zo. Oké. Doeg! De eerste paar weken zochten wij steun bij elkaar. We werden zelfs vrienden. Tot die ruzie. Je hebt vast geen idee waarom je hier op staat, Alex. Je hebt me immers uitgeroepen tot lekkerste kontje van de klas. Wie zou daar nou boos op kunnen worden? Ik weet nog dat ik in de tweede lesuur zat. Op de ochtend dat jouw hot or not lijstje opdook. Toen ik omkeek, zag ik Jessie woedend naar me kijken. Ik was uitgeroepen tot lekkerste kontje van de klas. En zij tot platste. Iedereen wist dat het niet waar was. Alex had gewoon een naam nodig om tegenover die van Jessica te kunnen zetten. En omdat iedereen op school toch al een vervormd beeld van me had na Justin's stunt, was ik de ideale keuze, of niet? En de sneeuwbal rolt maar verder. Wat gebeurt er als je iemand uitroept tot lekkerste kontje van de klas? Dat zal ik je vertellen, Alex. Het geeft sommige mensen het excuus om je te behandelen alsof je niets meer bent dan alleen dat specifieke lichaamsdeel. Een voorbeeld nodig? De derde rode ster op de plattegrond. Blue Spot Liquid. Ik ging er vaak heen. Toch heb ik Molly, de winkeleigenares, nog nooit een woord horen uitbrengen. Tot die ene keer. Thank you.
lekkerste boontje uit de klas, zomaar bij jou in de zaak. Hé! Hey! Was maar een geintje, Hanna. Niet zo spastisch. Razes, Taylor. Ik heb het ontdekt. Jouw verhaal, Taylor, is eigenlijk best wel griezelig. Ik probeer te begrijpen hoe gluren helpt om nieuwe vrienden te krijgen. Vertel eens, Taylor, heb je me die avond spontaan genoeg vast kunnen leggen? Nee, dat moet ik opgeven. Nee, maar. Gaat
Weet je goede cijfers? Ja, prima, bij jou. Ja, niet zo goed eigenlijk. Ja, dat is zitten. No, hoezo? Ik ben zo moe, ik kan me concentreren. Ik zou willen slapen en ik weer wakker willen worden. Ja, ik ben ook moe de laatste tijd. Om die toetsen. Dat zou ik van jou niet zeggen, ik vind altijd alles zo goed. Dank je. Ik kan ook niet zo betekenen als jij. Nou, dat valt wel weer mee, hoor. Ik ga verder. Ik spreek je ervan. Fijne avond. Jij ook. Courtney Crimson. Je bent absoluut een van de populairste meiden op school. Want je bent zo ontzettend lief. Toch? Fout. Ik ben niet gek. Ik ben misschien anders, maar niet gek. Ik wil dat jullie dat weten. Weten dat ik niet gek ben. De meeste mensen vinden mij wel gek. Daarom kleurde ik, om te zien wat niet gekke mensen deden. En weet je wat ik zag? Ik zag dat ze precies hetzelfde deden als ik. Ze aten, lachten, dronken. Het enige verschil was dat zij niet gluurde. Dat deed alleen ik. Ik was alleen. Ik ben alleen.
zo stil. Iedereen wel weet dat dit zo blijft. Voor altijd en een leven lang. Het was zo stil, dat iedereen het voelde in zijn lijf. Geen mens ooit op dit gevoel beschrijven kan. Zo stil, dat alle klokken zwegen. Ja, de tijd stond onbewegelijk. En zo verloren gingen wij. Ik heb zoveel gehoord en toch komt niets meer bij me aan. En dat is dus waarom ik straks niet slapen kan. Dan schreef ik duizend liedjes over dit gemis. Of zou ik niet weten waarom ik dit gevoel voor altijd. Hard. Uren na dit klapperende sonaar, dat niets nog te bevatten en begrijpen was. Het was zo hard, dat alles wat we dachten ons alleen maar leegte bracht. Zo moe en zo verslagen waren wij. Stilte bij ons was in plaats van jij. Ik heb zoveel gehoord en toch komt niets meer bij me aan. En dat is dus waarom ik s'nachts niet slapen kan. Dan schreef ik duizend liedjes over dit gemis. Of zou ik niet weten waarom ik dit gevoel altijd is. Ik haat raadsbelletjes. Wat voelt dat? Ja,
Daar sta je wel op mijn lijst, maar niet op die van jou. En waar sta ik dan bij jou op de lijst? Bij mij nummer 1, Hanna. Wat gaaf! Ik heb geen zin om met vaderlijstdag wat te gaan doen. Dat hangt er vanaf, met wie spreek ik? Draai maar om. Niet. Wat? Denk je dat ik soms nooit serieus ben? Zullen we roosjes en ijs gaan eten? Ja! Ja. Ik bleef op mijn hoede voor Marcus, ondanks dat hij na het incident steeds zo aardig was geweest. In het openbaar complimentjes te geven. Dus dit was de oplossing. Anonieme complimentjes in iemands zakje doen. Maar jij, Zoe, haalde mij eruit. So well, lately, lying to myself, just things. Time for months, so I'll just blame it all back. But one week later, surprise, surprise, nothing to tell, tears in my eyes. I feel so damn depressed. Shrink, tell me what's going on. I hate myself so bad, just can't hold on to the feeling that I'm locked inside. Myself, and a girl, don't be sad, just be strong, don't see black or white, just see things more gray. But I need explanations and some fitting solutions, cause I'm turning into a stranger more and more. I get more upset than thoughts.
waar ik altijd steun aan heb gehad, is poëzie. Het lezen, maar ook het schrijven. Het allereerste gedicht dat ik schreef, staat nog in mijn geheugen gegrift. Was mijn liefde een zee, er was nergens land. Was mijn liefde een woestijn, je zag enkel zand. Was mijn liefde een ster, één groot licht was de lucht. Was mijn liefde gevleugeld, dan was oneindig mijn vlucht. Ik meldde mij aan bij een poëzieclub. De enige persoon van mijn leeftijd daar was Roos Schipman, hoofdredacteur van het Last and Found magazine, waarin allemaal interessante dingen worden geplaatst die in school zijn gevonden. Ik heb het gedicht nergens verloren, Roos. En jij hebt het niet gevonden. Dus het hoorde niet in je blad. Nergens was ik meer op mijn gemak. En nu? Nu werden zelfs mijn gedachten openbaar gemaakt. Heel fijn, Roos. Bedankt. Thank you.
shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be so hard. I'm going back to the star, back to the star. Oké, wat heb je gehoord? Waar zat je net te luisteren? Welke cassette? Die van Rose. Over de gedichten. Oké. Okay. Luister naar de volgende cassette. Waarom? Omdat die over jou gaat. De volgende cassette gaat over jou. Om heel eerlijk te zijn, is er nooit een moment geweest waarop ik bij mezelf zei... Klee Jansen. Dat is de ware. Wat ik van hem wist, had ik vooral van mogen zeggen. Maar juist daardoor werd ik nieuwsgierig. Want alles wat ik over hem hoorde was positief. Het werd een soort wedstrijdje voor me. Hoe lang zou ik uitsluitend positieve dingen over Klee blijven horen? Er moest toch iets negatiefs te vinden zijn? Maar nee, niks. Lieve Klee, jouw naam hoort eigenlijk niet op deze lijst. Maar ik wil dat je weet waarom ik het heb gedaan. De komende paar hoofdstukken draaien allemaal om één avond. Onze avond. Van de vonk oversprong. Met die avond krijgt trouwens veel meer van jullie een rol in het verhaal. Voor degene die niet weten over welk feest ik het heb, staat er een grote, dikke, rode ster op de plattegrond. Persoonlijk. Ik wilde niets liever dan dat je me beter leerde kennen. Jessica was enorm dronken. Het werd irritant. En Klee en ik vonden een lege slaapkamer, waar we niet hoefden te schreeuwen om elkaar te verstaan. We
En dit, Clay, is het einde van jouw hoofdstuk. En ja, Clay, het spijt mij ook. Ze nam niet op.
Dus ik belde haar ouders. We vroegen wat er aan de hand was. Wat zei je? Ja, ik zei dat er een probleem was en dat ze haar moesten zien te vinden. Maar de volgende dag kwam ze niet op dagen op school. Ik ben die dag maar eerder naar huis gegaan met de smoes dat ik ziek was. Toen ik terugkwam, Justine liep er als een zombie bij. En later Alex ook. Maar ik vond dat de meesten van jullie het verdiend hadden. Dus ik besloot te doen wat hen aan me had gevraagd. Ja, nou vraag je waarschijnlijk wel af hoe ik het bij jou. Eigenlijk wel, ja. Stop, het is makkelijk. Bij jou was het in ieder geval niet zo moeilijk. Jij hebt me ook weggejat. Sorry. Maakt niet uit, joh. Maar ja, de meeste roep ik bij mijn scooter. En ja, dan laat ik ze iets horen en dan pak ik een cassette. En als ze schrikken, dan weet ik genoeg. Maar nee, mijn vader vraagt zich vast of ik blijf. Ik moet echt gaan. Wacht, kun je nog één ding voor me? Ja, tuurlijk. Even mijn moeder gedag zeggen. Ik ben nog even bij Tori. Hallo, vrouw. Ik zei dat het laat kon worden. Nee, Jansen. Heb jij gedronken? Nee, man. Ik zweer het. Oké. Ik vertrouw je, hè? Kom je zo naar huis? We zijn hier nog wel even bezig. Ik moet weer verder. Ik ga. Ik ook. Zweer, man. Hé, hey, ik moet nu echt gaan. Kan ik nog ergens afzetten of zo? Nee, dank. Ik zat in de kast, ja. Marcus. Daar schrik je van, hè? Ik heb het gezien. Alles. Thank you.
Ik heb gezien dat Justin jou binnenliet bij Jessica, die stom dronken verkracht is. Voor mijn ogen. Justin, ik snap je niet. Ik snap je gewoon niet. Hoe kon je dat doen? Je wist wat daar gebeurde. Hoe kon je weggaan? Ik wilde weg. Maar waar kon ik heen? Kon ik naar huis? Nog niet. Op dat moment werd er een hand op mijn schouder gelegd. Een zacht kneepje. Het was Jenny Kurtz. Hé, hey, wie stond een lippenhuisje nodig? Zie ik er zo erg uit dan? Nou, vooral moe. Kom. Breng uit. Jenny loodste me haar auto in, deed mijn gordel vast, stapte zelf in en gaf gas. Ik lette niet op. Ik voelde me veilig. En toen, ineens, een dreun. Niks zo effectief als een ongeluk om de realiteit te laten doordringen. Yeah.
Voor dat feest had ik vaak overwogen om het maar op te geven. Ik dacht aan zelfmoord. Als ik wilde dat het als een ongeluk werd gezien, moest ik de gok nemen dat jullie het allemaal geheim zouden kunnen houden. Dat doe ik niet. Dus nu heb ik besloten om het op de minst bloederige manier te doen. Met pillen. Spannend, want morgen is de grote dag. En toen, Marcus, pakte jij je kans. Ik hield je niet tegen, maar het was niet wat ik wilde. Weg was mijn laatste restje eigenwaarde. De nacht was voorbij. Ik was zover. Volgens mij ben ik heel duidelijk geweest.
hem altijd het nodig te vinden om het tegen te houden. Nu weet ik het zeker. Het spijt me. Understand why everything you touch, all it dies.
toen naar jullie aan de overkant zitten kijken, zie ik echt. En ik zou, ja. Oké. Okay. Heel erg gaaf. Aflot. Ik ga je even een aantal mensen apart bedanken. Want jullie hebben allemaal echt speciale dingen gedaan. Allemaal aparte rol. Wie ik je even eerst bedank is Hilde. Dus jij hebt op laatste met een rol overgenomen. Het lukt het niet. Dus een heel groot applaus. Even voor al die mensen.